Wij zitten inderdaad lekker warmpje bij. Dit was altijd een koud hoekje in huis en het wordt nu een knuffelmuurtje hier. Heerlijk. De familie Visser zit er warmpjes bij door een radiator die draait op de warmte die computers afgeven. De uitvinding is eigenlijk een beetje ontstaan doordat ik een thermostaat van de muur aftrok. En het was buiten -8 en de kabels schoten de muur in. En ik had toevallig net hem ook uitgezet, want ik wilde wat witte. En toen kwam Matthijs naar beneden en die had die laptop onder zijn arm. En die zei voor de grap, nou weet je wat we doen? We gaan naar Dell.com en dan bestellen we 100 laptops. En dan hebben we Nerdheat. En 10 minuten later realiseerden we eigenlijk dat het misschien wel een goed idee was. En bij de familie Visser in Nieuwpoort draait dit idee nu als serieuze proef. Bedrijven hoeven geen gekoelde serverruimtes meer in te huren, maar sturen hun data naar deze radiator. En een huishouden heeft gratis warmte. Dubbele stroom voor een enkele prijs. Ik vind het interessant en wij hadden hier de kans om met een nieuw ding mee te doen. En bent u ook een beetje handig met hekken? Mevrouw, ik ben niet handig met hekken. Nou, de familie Visser is heel erg goed te vertrouwen. We kennen ze ondertussen een stukje beter. Maar in algemene zin, juist door het distribueren van dit soort servers, vergroot je de veiligheid. Doordat je niet op één plek alle belangrijke data en processing doet, maar dat juist verspreidt. Deze radiator is zo dus beter beveiligd dan de CIA. En via het snelle glasvezelnetwerk kunnen data dus op afstand verwerkt worden. Er is nu alleen een klein probleem. Het mooie weer komt eraan. Nou, de echte zomermaanden zijn hier juli en augustus. Dat is in feite maar 2 maanden. Ik bedoel, ook in het voor- en het najaar heb je toch wel wat verwarming nodig. Dus, dan runt-ie.